بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم beste kijkers. Van harte welkom bij de eerste aflevering van een bijzonder gesprek. Het interviewprogramma met een islamitische grondslag. Vandaag hebben wij te gast een man die vriend en vijand heeft weten te verbazen. Door na zijn vertrek uit de PVV de islam te omarmen. We gaan in gesprek met Arnoud van Doorn. Assalamu alaikum Arnoud. Assalamu alaikum. Leuk dat je hier wilt zijn. Dankjewel, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ik wil direct beginnen met een lijstje. El Mundo, Le Monde, ATV Turkije, NS en Al Jazeera. Ja. Verbaast het je dat er zoveel aandacht is voor jouw bekeringsverhaal? Ja, misschien is dat naïef, maar het heeft me inderdaad wel verbaasd. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties zou komen. Ik heb het ook niet opgezocht. Ik ben heel terughoudend geweest naar de media toe. Eén Twitterberichtje en dit is blijkbaar het effect. Maar ik vind het niet erg. De reacties zijn voornamelijk positief. Op een paar uitzonderingen na. En alle reacties die ik krijg via social media, die steunen mij wel en geven mij ook wel kracht om door te gaan. Dat is niet makkelijk. Oké. Want je hebt nog niet je verhaal willen doen op de Nederlandse media. Of bij de Nederlandse media. Waarom niet? Nee, nou ik heb wel heel veel mogelijkheden en aanbiedingen gehad om het te doen bij de Nederlandse media. Zowel op tv, kranten, interviews. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. In eerste instantie omdat ik vond dat het iets is wat privé is, wat voor mij persoonlijk is. Daar komt ook nog wel bij dat de Nederlandse media over het algemeen toch niet zo pro-islam zijn. Dan zeg ik het even diplomatiek. En ik was er ook een beetje bang dat het of belachelijk zou worden gemaakt, of in twijfel zou worden getrokken, of op een niet al te respectvolle manier zou worden neergezet. En het is ook niet in mijn belang om heel veel media te doen, want dan lijkt het net alsof ik aandacht nodig heb of de media opzoek. En dat is juist niet het geval. Okay. Je hebt wel heel veel aanvragen binnengekregen, heb ik begrepen. Ik heb heel veel aanvragen binnengekregen. Als ik het had gewild, dan had ik de eerste 10 dagen elke avond bij een ander programma kunnen zitten. Ja. Maar ik heb geen behoefte aan zoveel aandacht. Dat gaat niet om mij. Oké. Waar natuurlijk heel veel mensen bekend zijn, in ieder geval vragen over hebben, is jouw tijd binnen de PVV. Mm-hmm. We willen daar kort op terugblikken. We willen niet te lang blijven hangen. Wat heeft jou in eerste instantie getrokken om bij de PVV actief te worden? Ja, nou, ten eerste goed dat je het zegt, want ik snap dat mensen die vragen hebben over mijn verleden bij de PVV. Ik wil ook heel nadrukkelijk zeggen, PVV is voor mij verleden tijd. Daar ben ik uitgestapt. Dat is een fout voor mij geweest, is een dwaling geweest, zo zou je het kunnen noemen. En ik wil ook echt vooruitkijken en positief vooruitkijken. Maar ik snap de vraag, het is een terechte vraag. Ik ben in het verleden gevraagd voor de PVV, omdat ik wat ervaring had in de lokale politiek in Den Haag. Daar deed ik al wat dingetjes. En ik had de nodige ervaring binnen jeugdzorg. En ik had de hoop dat ik, en daar is een heleboel mis hè, binnen jeugdzorg, dat is ook wel bekend. Ja. Ik had de hoop dat ik op dat punt binnen de PVV een aantal dingen zou kunnen veranderen in positieve zin. En dat is helaas niet gelukt. Maar waarom bij de PVV niet bij een andere politieke partij? Nou, de PVV heeft mij zeker aangesproken in het begin ook. Het was nieuw, het was fris, het was kritisch. Veel partijen die al langer meedraaien, die lijken allemaal erg op elkaar. Die zitten op het plusje, die kennen elkaar en dat suddert een beetje door. Ja. Dus ik was wel voorstander van een kritisch nieuw geluid. Oké, waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben, is van hoe dacht jij over de islam? Hoe zag je de islam toen je actief lid was van de PVV? Slecht, en daar schaam ik me voor. Dat wil ik ook echt wat bij deze gezegd hebben. Ik ben meegegaan in alle negatieve sentimenten die er zijn over de islam. Deels door bepaalde politieke partijen, maar ook door wat je op straat hoort, ook vaak wat in de media naar buiten komt, ja, zijn vaak de negatieve dingen. Dus ook ik ben meegegaan in die islamofobie die toch wel leeft in Nederland en die helaas groeit. Dus okay. Ik zag de islam als iets wat niet goed was. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Van iets wat je dacht waar je nu op terugkomt? Nou ja, de bekende vooroordelen die iedereen, tenminste niet iedereen, maar die heel veel mensen hebben.
vrouwenonderdrukking, het is totalitair. De klassiekers. De klassiekers, agressief, met geweld de wereldheerschappij willen, intolerant, nou je kent alle voorbeelden. Ja, ja, ja. En ja, daar, zo heb ik dat ook gezien een aantal jaar geleden, helaas. En hoe kijk je er nu tegenaan, nu zeg maar uit de PVV met een moslim bent geworden, hoe kijk je nu tegen het gedachtegoed aan van de PVV? Nou, kijk, ik heb er afstand van genomen, heel nadrukkelijk. Ik gun iedereen zijn mening, het is een democratie, iedereen mag denken wat ze willen, de PVV natuurlijk ook. Ja. Alleen ik sta daar heel ver van af, ik heb een fout gemaakt om daarin mee te gaan. Ik deel hun standpunten over de islam en over moslims absoluut niet, een aantal punten hebben ze wel... hebben ze wel gelijk, maar dat heeft niets met de islam te maken. Maar nee, het is nogmaals, ik zal nooit met mollen gooien naar de partij waar ik een paar jaar actief ben geweest. Want je leert er altijd wat van, het is vast ergens goed voor geweest. Maar ik heb geen contact meer met ze, al een jaar niet meer. En dat contact, daar heb ik ook geen behoefte aan, dat zal ook nooit meer komen. Oké. En wat was het moment binnen de PVV dat je dacht van... Nu moet ik hier weg. Dit is niks voor mij. Dit heeft geen toekomst. Ja. Nou, dat is gegroeid. Ik was tamelijk kritisch. En dat werd niet zo heel erg gewaardeerd. Ja, het is een proces. Ik wil er niet al te veel gedetailleerd op ingaan. Want dan bestaat het risico dat het toch overkomt alsof ik met modder aan het gooien ben. Nee, oké. Dat gaan we niet doen. Dus maar. Dat gaan we niet doen. Maar op een gegeven moment had ik wel het gevoel bij mezelf van... het is niet goed voor mij om hier te blijven. Dan verloochen ik mezelf. Ik ben toch te intelligent en te ontwikkeld om hierin mee te blijven lopen. Okay. En ook te kritisch. Dat is mooi. Ja. Wat is volgens jou, en dat is dan de laatste vraag die ik ga stellen over de PVV. Hmm. Dan kunnen we voor de rest verder met het leuke gedeelte, laat ik het zo zeggen. Het bekeringsverhaal van jou. Wat is de grootste misvatting van de PVV en haar leden over de islam? Wat denk je dat de grootste misvatting is? Dat is eigenlijk wat ik net al heb gezegd. Dat is dat de islam een negatieve, totalitaire, agressieve religie is. Terwijl de islam eigenlijk, als je erin verdiept en je de moeite neemt om te lezen, om met mensen te praten die er wel verstand van hebben en de echte islam te ontmoeten, dan zie je dat de islam juist heel positief, heel mooi, heel zuiver en vooral heel authentiek is. En dat het alleen maar heel mooi is. Het klopt dus niet wat de PVV zegt over de realiteit. Oké. Nu laten we dat al achter ons. We hopen het hierbij achter ons hebben. Laten we vooruitkijken naar de toekomst die positief is. We gaan vooruitkijken. We gaan naar het bekeringsverhaal, naar het bijzondere bekeringsverhaal. Ja. Laat ik het zo zeggen. Wat was het moment dat jij op een positieve manier, laat ik het zo zeggen, in aanraking kwam met de islam? Ja. Nou, ik ben al eerder met de islam in aanraking gekomen. Dat is dat van heel vroeger op school, tijdens de maatschappijles, op de middelbare school. Had je natuurlijk al gesprekken over de islam en andere religies. Ja. Dat was het allereerste begin, maar dat was heel oppervlakkig. Tijdens de PVV-periode natuurlijk ook, om heel eventjes nog even terug te gaan. Maar dat was vooral een negatieve interpretatie van bepaalde soera's en bepaalde uitleggen die daarbij hoort, die niet klopt met de realiteit. Ik ben mij vooral echt gaan verdiepen uit nieuwsgierigheid nadat ik uit de PVV ben gestapt. En dat begint met het lezen van de Koran. De Koran is veel informatie, dat is veel lezen. En dan krijg je vanzelf heel veel vragen over hoe moet ik het lezen, hoe moet je het interpreteren. En je gaat je verdiepen in de Sunna, in de Hadith, in alle andere geschriften. En daar is het eigenlijk begonnen. Het is heel veel zelfstudie, heel veel praten. En op een gegeven moment loop je toch tegen vragen aan en denk je van, ja, nu heb ik zoveel vragen, ik kom er niet zelf uit. Ik heb toen, dat is ongeveer een jaar geleden geweest, de stap gemaakt om naar de As-Sunnah-moskee te gaan op aanraden van een collega van mij in de gemeenteraad, Abdul Kulani. Die heeft mij daar geïntroduceerd en ik ben daar heel welkom opgevangen, heel warm opgevangen en heel positief. En nou, al een... Ik denk, duurt een aantal maanden, probeer ik een beetje mee te draaien. Ik volg Koranlessen, ik volg Arabische lessen. Mashallah. Ik word begeleid ook door, ja, noem het eigenlijk maar een mentor. Okay. En die neemt mij op sleeptouw, daar kan ik vragen aan stellen. En ik sta eigenlijk aan het begin van een hele lange reis. Want ik heb echt niet de illusie, dat zou echt hoogmoedig zijn, om te denken dat ik nu alles van de islam weet.
ik maak wel eens de vergelijking, en dat is misschien niet heel respectvol, maar zo bedoel ik het niet, met het behalen van je rijbewijs. Je hebt je rijbewijs, maar dan moet je eigenlijk nog beginnen met leren autorijden. Ja. En je kunt jezelf bekeren, maar dat betekent dat je aan het begin staat van een hele lange ontwikkeling. Ja. Van veel studeren, van veel lezen, van het vergaren van wijsheid. En daar ben ik hard mee bezig. En dat is een hele lange weg te gaan, want in Nederland is dat niet makkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nog even terug naar het moment dat jij voor de eerste keer de moskee betrad. Ja, je hebt al iets verteld over het ontvangst. Je hebt al iets verteld over dat je een mentor kreeg. Je hebt al iets verteld over de Sunna moskee, waar jij je eerste stappen hebt gezet als nieuwe moslim. Ja. Kan je voor ons het gevoel beschrijven dat jij daar binnenkwam en dat je dacht van, hier voel ik me thuis, hier voel ik me prettig? Ja, dat was eigenlijk meteen. Het was een informatief gesprek eigenlijk. En ik was nog nooit in de Sunna moskee geweest. Ik wist niet eens waar je kent het alleen van de media. Ik kende alleen van de media en de verhalen. Ik moest ook echt even zoeken op de kaart. Waar moet ik zijn? Het is een moskee die niet van buiten herkenbaar is als een moskee met minaretten en een bordje als Sunna moskee. Nee. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Ik ben daar toen heen gegaan samen met mijn jongste pleegzoon, Marokkaanse jongen, van 9 jaar. Die was ook heel erg geïnteresseerd. En we zijn daar toen ontvangen, heel gastvrij. En was meteen bij binnenkomst al een heel prettig gevoel. Je voelt de atmosfeer is positief. Het is heel rustig, bijna sereen. En ik heb het meteen al vanaf de eerste minuut ervaren als heel positief. Ja. Dat was heel mooi ook. Het gaf ook meteen een warm gevoel. Oké. Dat klinkt bijzonder. Ja. Dus je kwam binnen bij de Sunna moskee, je kreeg informatie. Ja. Dan ga je weer naar huis en toen? Ja, nou, het is niet alleen informatie. We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb heel veel vragen gesteld. Ja. Dat was natuurlijk ook kritisch. Dat kon ook gewoon allemaal. Ja. Geen enkel probleem. Er was alle ruimte voor het stellen van vragen, voor het geven van informatie. Ik heb een rondleiding gekregen. En ik heb huiswerk meegekregen natuurlijk. Ik heb wat boeken meegekregen die wat meer inzicht geven in de islam, in de geschiedenis, in de cultuur. Wat de andere geleerden ook schrijven over de Koran en de interpretaties. En ik ben op dat moment gaan studeren. En naarmate ik me erin ben gaan verdiepen, werd het eigenlijk steeds mooier en steeds positiever. En kreeg ik steeds meer het gevoel van, dit past bij mij. Dit ben ik, hier herken ik mij in. En aan wat voor boeken moet ik denken dan? Nou, ik heb een aantal boeken meegekregen. Ik heb er eentje hier liggen. Dat is Het leven van de profeet, vrede zij met hem. Oké, dat boek heb jij Dat heb ik daar gekregen. Een boek geschreven door Abu Ismail. Ik moet zeggen, heel makkelijk en heel begrijpelijk te lezen. Overigens een aanrader voor iedereen te krijgen bij de Sunna moskee in Den Haag. Maar daar staan, dat is een voorbeeld waarin je op een hele toegankelijke manier meer kan te weten komen over het leven van de profeet. Oké. Daar wou ik naartoe. Je ging naar de moskee, je stelde kritische vragen. Jij zegt dat er was genoeg ruimte voor. Zeker. Zeker als ex-PVV'er, dus dat is op zich al heel erg bijzonder. Ja. Wat heeft jou geraakt dat jij op een gegeven moment dat boek ging lezen en dacht van, dit is het? Ja. Nou, dit is het, was het niet echt. Het is een proces geweest van bijna een jaar van groeien naar een bepaald punt dat je denkt van, dit is voor mij een religie, een levensovertuiging die bij mij past. Dus daar is niet alleen dit boek bij van toepassing geweest, maar ook heel veel andere informatie. Elk gesprek met mensen, zeker in een moskee. Maar ik heb hier wel twee leuke stukjes in gevonden die wel van toepassing zijn op mijzelf en waarin ik denk van, dat is iets wat mij aanspreekt. Dat gaan we, want ik heb jou gevraagd om een boek mee te nemen wat jou heeft geïnspireerd. En om daar een stuk uit te lezen wat jou heeft geraakt, laat ik het zo zeggen. Dat gaan we zo doen. Ja. Op het moment dat jij het boek ging lezen en toen kwam je terug in de moskee, toen had je contacten, hoe is het proces voor de rest gegaan? Niet alleen dit boek, er zijn heel veel dingen die ik mee heb gekregen, die ik heb gelezen en heel veel studie, heel veel gesprekken met andere mensen. En wat ik al zei, van, nou, op een gegeven moment denk je van, dat gaf ik net al een beetje aan, van, dan voel je bij jezelf, je bent zo ver om door te gaan, om die stap te zetten om je te bekeren en je echt te gaan verdiepen in de islam en echt te gaan leven. Naar de normen en waarden die horen bij de islam. En ik ben denk ik een maand, 2-3 maanden geleden heb ik de stap gezet.
ben ik naar de moskee gegaan en heb ik daar inderdaad op afspraak hoor, ja, al gezegd, ik ben er klaar voor, ik wil doorgaan, ik wil mij bekeren. Okay, en dat is gebeurd. Dat is volledig vrijwillig, neem ik aan. Ja, dat is volledig vrijwillig. Even voor de duidelijkheid. Volledig achter en ik ben niet onder druk gezet, ik ben niet gehersenspoeld, ik ben niet geradicaliseerd. Ook niet. Absoluut niet, zelfs dat niet. Daar ben ik ook veel te nuchter voor en zo sta ik ook niet in het leven. Ja. Maar ik was absoluut overtuigd en vanaf het moment dat ik inderdaad de shahada heb uitgesproken, bekeerd was en ik de goede weg heb gevonden, ben ik daar met volle enthousiasme en volle motivatie mee doorgegaan. Een van de redenen waarom ik ook hier zit. Oké. Okay. Ja. Dan wil ik nu even dat je een stukje gaat voorlezen zoals we jou gevraagd hebben. Ja. Uit het boek wat jou heel erg heeft geraakt. Een stuk waar jij van zegt van, dat is eigenlijk iets wat jou in je diepste heeft geraakt op een positieve manier. Ja, het zijn eigenlijk twee of drie kleine stukjes uit een heel lang verhaal. Het gaat om de periode van de profeet, de vrede zij met hem, net nadat hij Mekka heeft ingenomen. Okay. En dat gaat ook eigenlijk over de goedheid, de genade en barmhartigheid van de profeet. En dat is iets wat mij aanspreekt. Absoluut. En ik vind het ook goed om dit te vertellen, omdat mensen altijd zoveel negatieve verhalen hebben over de islam. Ja. Hè? Het is allemaal negatief en agressief. En dat is natuurlijk onzin. Neem je tijd. Stukje waar het om gaat is, hij, de profeet, vrede zij met hem, verraste hen. En met hen bedoel ik de Quraysh, hè, de tegenstanders. Precies. Nadat hij Mekka had ingenomen, waren die mensen natuurlijk, die wachten natuurlijk wat hun lot zou zijn. Ja. Hij verraste hen door hen als rechters over zichzelf aan te stellen en zei, er is geen aanbedende die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Hij is zijn afspraak nagekomen, heeft zijn dienaar de overwinning bezorgd en heeft de bondgenoten in zijn eentje verslagen. O verzameling Quraysh, wat zal ik met jullie moeten doen? Zij antwoordde, het goede, jij bent namelijk een edelmoedig broeder en de zoon van een edelmoedig broeder. De profeet, vrede zij met hem, oordeelde en zei, ga heen, jullie zijn vrij. Dat vond ik heel erg mooi. Die mensen hebben zoveel kwaad aangericht, hebben geprobeerd mensen, de moslims uit te roeien. Hebben ze gevangen gezet, hebben ze beroofd, mishandeld, vermoord, achtervolgd. En dat de profeet dan toch de barmhartigheid heeft om tegen die mensen te zeggen, jullie zijn vrij, ga heen. Dat is heel mooi. Dat heeft me ook wel een beetje ontroerd en dat vond ik ook een mooi stukje. En aansluitend daarop, eigenlijk uit hetzelfde verhaal, zegt hij ook, Mohammed, vrede zijn met hem, is door zijn Heer verheven en verheerlijkt. Is opgevoed en was daarom in staat om de talloze ernstige misdadigen van zijn vijanden door de vingers te zien. Hij koesterde geen wraakgevoelens en vergold het kwaad niet met het gelijke. Zijn oordeel over de Quraysh ondersteunt daarnaast de bewering dat hij, vrede zijn met hem, niet uit was op onrecht en onnodig bloedvergieten. Nou, dat sluit er ook op aan en dat vind ik ook een heel mooi positief stuk. En als laatste, een stukje verder, en dat heeft een beetje meer betrekking op mij, dat inspireert mij dan een beetje. Ja. Niet dat ik een misdadiger was of ben, absoluut niet natuurlijk. Maar ik heb wel gedwaald in mijn leven. Ja. Wie niet zou ik bijna zeggen. Dat gaat over Fudayda. Op deze dag vond daarnaast een opmerkelijke en gedenkwaardig voorval plaats met betrekking tot Fudayda. Hij had zich voorgenomen om de profeet, vrede zij met hem, te vermoorden terwijl hij de rondgang verrichtte. Op het moment dat Fudayda de profeet, vrede zij met hem, naderde en op het punt stond zijn afschuwelijke daad te volbrengen, zei hij tot grote verbazing van Fudayda, hoe zat het ook alweer met jouw voornemens? Fudayda antwoordde, niets, ik ben slechts Allah in mezelf aan het gedenken. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, lachte en zei, vraag vergeving aan Allah. Vervolgens plaatste hij zijn hand op de borst van Fudayda, waarna hij kalm en rustig werd. Fudayda gaf naar aanleiding hiervan te kennen, bij Allah, vanaf het moment dat hij zijn hand op mijn borst van mijn borst weghaalde, was hij alles wat Allah heeft geschapen, de meest dierbare naar mijn hart. Fudayda bekeerde zich tot de islam, hield vast aan de voorschriften van Allah, de Almachtige, en werd een ander en beter mens. Nou, dat is een puntje wat mij ook aanspreekt. Dat geldt voor mij ook. Ik heb nooit iets crimineels gedaan of plan gehad om te doen. Ja. Maar toch het bekeren, om daarmee de kracht te krijgen ook van Allah, om een beter mens te worden, om het goede te doen voor mensen en om je heen en voor jezelf. Dat spreekt me ook hierin aan. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waarbij ik dacht van,
Dat is heel mooi, dat is heel positief. En dat past bij mij. Oké, subhanallah. Als jij dit zo opleest, als jij op een gegeven moment zegt van de islam is zo mooi dat ik besluit vrijwillig om moslim te worden. Hoe kijk jij aan tegen jongeren die in principe in een islamitisch nest zijn opgegroeid en die eigenlijk zulke boeken links laten liggen? Dat vind ik jammer. Dat vind ik heel erg jammer. Laat ik zeggen dat ik heel goed begrijp van heel veel jongeren dat zij moeite hebben met mensen om zich heen. De islam in Nederland is niet populair. Islamofobie neemt toe. En dat is voor die jongeren ook niet makkelijk. Ik ervaar nu aan den lijve hoe het is om moslim te zijn. Ja. En ik ervaar ook wat voor weerstand het oproept om je heen. En hoe moeilijk het is om standvastig te zijn. En erin door te gaan. Ik zie het alleen maar als een test hoor. En ik ga natuurlijk door, want ik vind het alleen maar een extra uitdaging. Hoe meer tegenwerking, hoe meer ik mijn hak in het zand zet. En ja, hoe steviger ik doorgaat. Maar ik zie het als een van mijn doelen ook. Zonder dat hoogmoedig te bedoelen. Om juist die jongeren die een beetje het goede spoor niet meer volgen. De problemen in de wijken, in de grote steden, kent iedereen. Ja. Maar ik zal zeker mijn best gaan doen. En ik weet dat Asuna dat ook al doet met hun eigen vrijwilligers. Om die jongeren op straat te ontmoeten. Om naar die plekken te gaan waar zij zijn. Om te proberen ook om hen op het rechte pad te krijgen. Dat hoeft niet per se dat ze meteen naar de moskee moeten. Maar ik wil met ze in gesprek raken. Ik wil ze ook overtuigen van het goede van de islam. En van het nut en het positieve voor henzelf. Om ook de islam te volgen. En als het lukt om op die manier jongeren weer naar school te krijgen. Weer het respect voor hun ouders bij te brengen. Weer te laten stoppen met het doen van foute dingen. Ja. Dan zou ik dat heel erg mooi vinden. Dat is een van de doelen die ik wel heb. Ja. En ik niet alleen natuurlijk, met een heleboel mensen. Ja, wij met z'n allen, inshallah. Met z'n allen. Zeker. En toen Twitter, de shahada op Twitter. Ja. De kranten stonden er vol van. Ja, nou nogmaals, je hebt het net al gezegd, het verbaasde mij een beetje. Kijk, ik heb het niet aan de grote klok gehangen in eerste instantie. Ik liep al een tijdje rond bij de Asuna moskee. Maar goed, je ziet toch dat mensen over je praten. Er wordt toch een beetje geroddeld. En op Facebook vragen. Mensen stellen je vragen. Klopt dat? En ben je daar inderdaad geweest? Okay. Nou ja, op een gegeven moment denk je van, joh, om van alle discussie af te zijn, zet ik één klein berichtje. En dat bericht op Twitter, was? Dat was de geloofsbelijdenis, de shahada in de Arabisch. En dan weet iedereen het. Klopt, ik ben bekeerd. Punt. En dan heb ik weer de regie. En dan hoef je niet meer jezelf te verdedigen tegen allerlei vragen die er toch gaan komen. Want het blijft natuurlijk niet geheim. Ja. En tot mijn grote verbazing heeft dat tot de nodige ophef geleid. En kun je wat meer vertellen over die ophef? De shahada stond daar, Arabisch letter, op de Twitter-account van Arnoud van Doorn. Ja. De shahada, de geloofsgetuigenis. Ja. Ja. Het feit dat je eigenlijk met die woorden moslim bent geworden. Je omgeving, de media, wat kun je daarover vertellen? Nou, mijn directe omgeving, voor veel mensen was het een verrassing. En dat begrijp ik heel goed. Ik heb het niet aan mensen verteld dat ik me aan het interesseren was in de islam. Dat ik naar de moskee ging. Dat ik aan het praten was met mensen. Dat heb ik echt voor mezelf gehouden. Dus mensen die mij niet zo goed kennen. En zelfs mensen in mijn naaste omgeving. Daarvoor kwam het als een verrassing. Het leek net alsof ik van de een op de andere dag moslim geworden was. Was natuurlijk niet zo. Was natuurlijk een heel proces. Maar dat wisten die mensen niet. Kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Nee. Dus daar is er redelijk heftig op gereageerd. Het grappige is dat de meeste negatieve reacties eigenlijk kwamen uit Nederland. Aandachttrekkerij of zo. Het gaat wel over onzin. Of ze denken dat het een grap is, een smakeloze grap. Of het is iets heel veel wantrouwen en veel cynisme. En tot mijn grote verbazing kreeg ik ongelooflijk veel reacties uit het buitenland. Ik heb op dit moment denk ik iets van 17.000 volgers op Twitter. Voornamelijk uit de Arabische landen. En allemaal heel, heel warm, heel positief. En dat heeft mij heel veel goed gedaan. Ik wil ook iedereen bedanken inderdaad die eraan meegewerkt heeft. Want dat is een kracht die je als nieuwe moslim, om het maar zo te zeggen, heel goed kan gebruiken. Omdat het heel moeilijk is, nogmaals, in Nederland, ik denk in elk westers land, om je te bekeren tot de islam, dat je veel te maken hebt met vooroordelen, met onbegrip, met tegenwerking, met wantrouwen. Niet alleen van instanties, maar ook van mensen
die je wel goed kennen en niet zo goed kennen, collega's, vrienden, familie. En juist al deze reacties hebben mij gesteund hierin. En dat vond ik ook heel hartverwarmend. Dat is, dat is bijzonder. Als je het op Twitter, volgens mij hebben we het nog niet eerder gezien. Nee? Het is heel bijzonder, het is heel mooi. Nou, als ik hiermee een trend gezet heb, dan lijkt me dat mooi. Hoe meer mensen zich bekeren tot de islam, hoe beter het voor iedereen is. Inshallah, zeker, zeker. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, is, dan spreek je shahada uit. Je gaat dan naar de moskee, je kent de mensen daar. Ja. Je eerste gebed. Nou ja, dat eerste gebed, je moet zo ontzettend veel leren. Kijk, als je staat op een gegeven moment, ik zie dat voor me, je staat op een gegeven moment met mensen in de rij die je niet kent. Ja. Die er misschien ook niet zo uitzien als jij zelf. Maar je verricht wel dezelfde bewegingen. Hoe voelt dat? Nou, ik ben natuurlijk niet meteen het gebed gaan doen. Dus niet dat je binnenkomt lopen en je weet helemaal niets. Dus je bent voorbereid en je krijgt natuurlijk les in hoe dat moet. En les in de manier van aanbidden. En de hele theologische verhaal erachter. De teksten die erbij horen. Natuurlijk ook de bewegingen die erbij horen. Ja. Dus je bent een beetje voorbereid. De eerste keer ga je kijken vanaf een afstandje. De tweede keer doe je mee. Maar dan ken je nog niet alle teksten goed. Het is een leerproces. Kijk, als je bent opgevoed als moslim en je gaat vanaf jongs af aan naar de moskee, ja, dat is anders. Dan word je dan met de paplepel ingegoten en dan rol je daar wel in en dan wordt het een routine. En voor mij als bekeerling, en dat zal voor elke bekeerling zo zijn, is dat gewoon leren. Dat is huiswerk maken, dat is oefenen, dat is luisteren, dat is goed kijken. Weer achter de schoolbanken kruipen. Ja. En ik zit elke vrijdagavond gewoon weer in de klasjes. Gewoon in de klasjes. Net als vroeger, de klasjes. Het zijn gewoon klaslokalen in de Azzoune Moskee. Waar je de lessen ook krijgt. Ja, je krijgt gewoon huiswerk mee. Je moet thuis gewoon gaan oefenen. Ja, gewoon in het Nederlands neem ik aan. Gewoon in het Nederlands. Lessen, ja. Maar goed. Zijn Nederlandse boeken dus. Zeker, maar goed. De gebeden doe je in het Arabisch natuurlijk. Ja, ja. En dat betekent ook goed luisteren. Hè. Er zijn allerlei, dat is het mooie van... van internet, er staan overal prachtige versen recitaties vanuit de Koran. Dat kan je oefenen. En dat doe ik ook. En hoe ver ben je dan, Roy, als ik mag vragen? Als je gaat vragen of ik iets wil gaan zeggen, als dat de volvraag is, zeg ik nee. Volgende aflevering, inshallah. Volgende aflevering. Het schijnt dat je binnen een maand of twee, drie met de stevige studeren de basisbeginselen van het Arabisch een beetje onder de knie hebt. Je hebt een goede mentor uitgekozen. Ik heb een goede mentor uitgekozen. Een goede moskee. Kan inshallah niet misgaan met de wil van Allah. Ja, inshallah. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet je best ervoor doen. Inshallah. En dat hoort erbij en dat is geen enkel probleem. Mashallah. Het is alleen maar mooi. Terug naar de familie. Mm-hmm. De media hebben we gehad. Het verleden binnen de PVV hebben we ook gehad. Ja. De familie, want ik neem aan, vader, moeder. Mijn vader is overleden. Oh, je vader is helaas overleden, oké. Okay. Nou, ik kom uit een christelijke familie. Ik ben opgevoed met christelijke normen en waarden. Katholieke familie. En dat heeft eigenlijk is dat een voordeel. Omdat je als, ik was al religieus als christen. En bekeren vanuit het christendom naar de islam is gek genoeg een kleinere stap dan wanneer je bekeert vanuit een niet-gelovige naar de islam. Want je bent al bekend met religie, met de waarden en normen. Ja. Veel dingen die je uit de Bijbel kent, zeker het Oude Testament. Die vind je ook terug in de islam. Okay. Een aantal profeten en engelen. Okay. Er is één God die je aanbidt en geen andere. Hè. En of die nou God noemt of Allah, het is dezelfde persoon. Ja. De discipline die hoort bij een religie, die ken je allemaal. Dus dan is de stap niet zo groot. Mijn familie, dat is heel wisselend. Het leuke is dat mijn moeder, iedereen heeft er een beetje moeite mee in het begin, die denkt allemaal van jeetje, wat gebeurt hier allemaal, wat is er aan de hand? Niemand heeft hem afgewezen, laat ik dat voorop stellen, maar er zijn een aantal, ook in mijn directe omgeving, die niets met de islam hebben, die het onzin vinden en ook niet, weinig respectvol zijn, maar mij daarin ook niet helemaal in mijn waarde laten. Okay. Maar een mooi voorbeeld is mijn moeder bijvoorbeeld, die is 72, die is gisteren meegegaan naar de moskee.
Oké, voor het eerst? Voor het eerst, ja. Je hebt haar aan de hand meegenomen, je zegt, maar je gaat mee naar de Sunnah Moskee. Pistool op de hoofd meegenomen, nee hoor, het is gewoon helemaal vrijwillig. Figuurlijk. Helemaal vrijwillig. En mijn moeder is een intelligente vrouw, hoog opgeleid en gewoon geïnteresseerd in wat er gebeurt. En die staat er open voor. Ja. Dus alle respect voor mijn moeder. En die is gisteren mee geweest, die heeft ook allerlei kritische vragen gesteld. Heeft ook gekeken naar het gebed, heeft de rondleiding gekregen door de moskee. En ik moet zeggen dat mij dat heel erg goed heeft gedaan. En mijn moeder was ook heel erg tevreden na afloop. Heeft ook wat boeken meegekregen. Is dat ook aan het lezen. Ja. Is dat erin aan het verdiepen. En mijn moeder respecteert. Mogen alles aan Tala bij deze ook leiden, inshallah, naar het rechte pad. Ja. Dus je moeder die dat is mooi. Die is meegaan. Een bijzonder verhaal, zou ik zeggen. Ja, absoluut. En mijn beste vrienden, dat blijven mijn vrienden gewoon in die zin. Ik ben Arnoud, ik verander niet. Ja. Ik blijf dezelfde persoon. Ik hoop wel een betere persoon te worden. Inshallah. Omdat ik wel rust vind in de islam. En de islam is duidelijk. Je weet wat je moet doen, je weet wat je niet moet doen. Dat geeft heel veel houvast. En dat is iets heel moois en iets heel positiefs. En als dat uitstraalt op mijn familie, wie weet. Inshallah. We zullen inshallah allemaal dua voor je doen. Wat betreft je moeder sowieso. Ja. Wat ik heb begrepen is dat jouw moeder is gisteren bij de Sunnah geweest. Om natuurlijk gewoon puur voor informatie. Andere mensen die daar behoefte aan hebben. Ook uit interesse voor mij natuurlijk. Ja. Dat in eerste instantie. En ze heeft informatie meegekregen. Dus de mensen die behoefte hebben of kritische vragen willen stellen. Of informatie zouden willen. Die kunnen altijd... in die ze natuurlijk een afspraak maken terecht bij zeker de Sunnah Moskee. Ja, en dat wil ik ook nog even benadrukken. Dat als Sunnah Moskee, mensen hebben vaak het idee van naar een moskee gaan, dat is een beetje eng en een hoge drempel. Ja. Misschien ben je daar niet welkom. Onzin. Iedereen, gelovig, niet gelovig, iedereen is welkom in de moskee. Iedereen die informatie wil hebben over de islam, over moskee, over wat er gebeurt, is welkom. En doe dat ook. Als je interesse hebt in de islam, als je interesse hebt in de Koran, je wil dingen weten, je bent geïnteresseerd, ga er gewoon naartoe. Je wordt er met open armen ontvangen, mensen zijn blij en je krijgt gewoon de hulp en antwoord op de vragen die je nodig hebt. Dus hoe meer mensen dat zouden doen, hoe beter. Hoe beter de wereld wordt waarschijnlijk. Hoe beter de wereld ook wordt, hoe beter de mensen ook worden. Oké, inshallah. Ja. Ik heb begrepen dat op het moment dat jouw moeder de moskee binnenkwam, was er een imam, Abu Ismail in dit geval. Ja. En die had iets gezegd tegen jouw moeder waar ze heel blij van werd. Kun je daar iets over vertellen? Moet ik even heel goed nadenken wat dat was. We hebben een heel gesprek gehad, maar ik heb niet alles heel goed gehoord. Ik had begrepen dat hij de koppeling tussen het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala en het goed zijn voor de ouders, dat hij dat had uitgelegd aan je moeder en dat ze daar heel erg blij van werd. Zeker. Dat je ouders moet gehoorzamen. En ik mijn moeder moet gehoorzamen natuurlijk. En dat was mijn moeder het uiteraard helemaal mee eens. En die gaat daar misbruik van maken, had ik maar even. Nee, mijn moeder zal er nooit misbruik van maken. Maar goed, ik sta natuurlijk sowieso altijd klaar voor mijn familie en mijn ouders. En daar heb ik ook veel respect voor. Inshallah. Dus dat verandert dan sowieso niet. Op een positieve manier, inshallah. Absoluut, absoluut. Inshallah. Gelukkig heeft mijn moeder ook wel humor. Die kon er ook wel om lachen, ja. Dat is ook heel erg belangrijk. Absoluut. Zeker. Ja. Wat zijn jouw toekomstplannen voor in de toekomst? Je bent nu bekeerd, je hebt de verleden, je hebt gezegd, oké jongens, ik heb dat verhaal van de PVV helemaal achtergelaten. Ik ben een nieuwe weg ingegaan. Ja. Ik heb een keuze gemaakt, ik word moslim en wat andere mensen ervan denken, wat de media erover schrijft. Interesseert me niks. Dat zou me bijna een hallo-worst zijn. Precies. Maar nu de toekomst. Ja. Nou, de toekomst zal een toekomst zijn met veel uitdagingen. Omdat ik ook bekeerd ben. Wat ik net al zei, je krijgt veel weerstand. Ik ben zelf actief in de jeugdhulpverlening. Ik ben gezinscoach, 16-plus coach als ZZP'er. Al de hele tijd, al denk ik al een jaar of bijna 12 jaar. Dat vind ik ontzettend leuk, dat is ook heel nuttig om te doen. Maar ja, er zijn instanties, zoals jeugdzorg onder andere, die zitten daar niet op te wachten op mensen die bekeerd zijn, want dan ben je instabiel, want eerst ben je dat, dan ben je dat. Ja. Dus daar krijg je gewoon wat tegenwerking uit. Er is heel veel weerstand tegen mensen die bekeerd worden. Mensen denken meteen dat je een soort extremist wordt, dat je gaat vechten in Syrië, dat je allerlei met een lange baard en spandoek op de dam gaat staan schreeuwen en zo.
en uit bent op de ontwrichting van de maatschappij. Dat beeld hebben mensen gewoon. En dat werkt niet in je voordeel. Dus dat zal voor mij nog een hele uitdaging worden om, om in de toekomst gewoon werk te blijven vinden, opdrachten te blijven krijgen. Ja. Maar goed, ik heb inmiddels geleerd dat iedereen wordt beproefd door Allah. Ik ook. En de geruststelling is dat je nooit meer wordt beproefd dan dat je aankwam. Ja, daar houd ik mij aan vast. En ik heb echt absoluut vertrouwen in de toekomst. En ik denk dat mijn toekomst een hele mooie toekomst wordt. Inshallah. Absoluut. Ja. Ik wil graag afsluiten met de volgende woorden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons en u standvastig maken en op het rechte pad houden. En ons belonen voor hoe wij ons op deze manier proberen in te zetten voor de islamitische gemeenschap in Nederland en in de wereld in het algemeen. En wij zien jullie inshallah met wil van Allah subhanahu wa ta'ala bij een ander bijzonder gesprek. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.